Bilderdijk was een opiumgebruiker. Boudewijn Bug, bekend schrijver, die noemde hem een opiofaag. Iemand die onder invloed van opium tot hallucinerende visioenen kwam. Bilderdijk was een 18e en 19e eeuwse dichter, letterkundige en bovenal was een heel veelzijdig man die zich met allerlei dingen heeft beziggehouden. Van de literatuur, de poëzie, tot de bouwkunst en de religie en de politiek. In de Universitaire Bibliotheek in Leiden is de grootste Bilderdijk-collectie ter wereld ondergebracht. En een bijzonder onderdeel daarvan is dit boekje. En dat is een boekje met opiumrecepten van Bilderdijk. Nu is er onderzoek naar gedaan, recent, waaruit blijkt dat dat opiumgebruik van Bilderdijk niet zo heel extreem was. Dat dat relatief kleine hoeveelheden waren die hij gebruikte om hoofdpijnen en andere klachten te onderdrukken. Nou, als je het openslaat, dan zie je dat er behalve dus een portretje allerlei kleine opiumrecepten zijn ingeplakt. En dat is bijzonder, want Bilderdijk was geen arts. Maar hij schreef wel zijn eigen opiumrecepten. Dus hij had genoeg kennis van de geneeskunde om die recepten te schrijven. En wat ook heel bijzonder is, is dat die bewaard zijn gebleven. Die recepten die moeten naar de apotheek zijn gebracht. En die werden daar vermoedelijk op een soort pin geslagen. En van daaruit moeten ze weer eraf zijn gehaald en bewaard zijn. Als een soort curiosum rondom Bilderdijk. In die tijd was het niet ongewoon dat ook kinderen een beetje opium kregen. Met tot gevolg dat er ook wel kinderen stierven vanwege wat je toch een overdosis zou kunnen noemen. En Bilderdijk is zelf ook een kind kwijtgeraakt op die manier. Hij beschuldigde zijn dienstmeid ervan dat zij dat kind opium had gegeven, waardoor het was overleden, dus in 1794. Maar het zou zomaar kunnen dat Bilderdijk er zelf verantwoordelijk voor was. Dat hij een overgevoelige en overspannen figuur was. Die heel slecht tegen geluid kon en mogelijkerwijs de opdracht heeft gegeven om het kindje een beetje opium te geven om het te kalmeren toen het bleef huilen. En dat opiumgebruik van Bilderdijk, dat sprak ook wel tot de verbeelding, ook al in zijn eigen tijd. Een vriend van hem in Haarlem, een mededichter, die heeft zelfs de opmerking gemaakt dat hij vermoedde dat Bilderdijk, als hij minder opium zou hebben gebruikt, misschien minder vijanden zou hebben gemaakt. En dat het prikkelende van zijn stijl voortkwam uit het opiumgebruik.